De gemeente Mook en Middelaar heeft een nieuwe burgemeester, Inge van Dijk. Van Dijk is gisteren beëdigd door Emiel Roemer, commissaris van de Koning in de provincie Limburg. Burgemeester Van Dijk wil de inwoners met elkaar verbinden en in oplossingen denken. Er zijn voor iedereen mensen met elkaar verbinden en zorgen dat het op de een of andere manier wel goed komt. Niet denken in onmogelijkheden, maar denken in oplossingen. En als klein meisje had ik al bedacht dat de beste plek om dat te kunnen doen was als burgemeester. Overweldigend. En een warm bad. En dat warme bad dat had ik dus al toen ik 8 februari hoorde dat ik voorgedragen werd. Toen ben ik naar het gemeentehuis in Mook gegaan. En daar was het al zo hartelijk en fijn om iedereen te zien. En datzelfde gevoel heb ik vandaag hier ook weer. Het is ontzettend fijn. Iedereen is heel blij. En ik heb ook echt het gevoel dat iedereen samen met mij er iets fantastisch van wil maken. En daar hebben we heel veel zin in. Gefeliciteerd. Met veel goede moed is Van Dijk al enige tijd bezig met alle voorbereidingen. Zoals de omgeving ontdekken en heel veel informatie doornemen. Ik heb de afgelopen weken heel veel gewandeld door de regio om gewoon lekker te zien wat er ook allemaal is. Ik ken het natuurlijk al heel goed, want ik woon al 20 jaar in Nijmegen. En gewoon heel veel zin in gehad. Veel gelezen ook alvast. Voorbereiding, dik boekwerk door moeten nemen met allemaal voorbereidingsdingen. Maar gewoon ontzettend veel zin. Laat het maar gewoon beginnen, dacht ik de hele tijd. En nu is het zover. Nu mogen we. Om de gemeente beter te leren kennen, stuurt Van Dijk een uitnodiging naar alle wijk- en dorpsraden om kennis te maken. Ze wil burgemeester zijn voor alle inwoners en zorgen voor verbinding. Ik wil een burgemeester zijn die er voor iedereen is, die benaderbaar is, die toegankelijk is en waarvan mensen weten wat ze eraan hebben. Dus geen ingewikkelde quotes, moeilijk Latijn, gewoon recht toe recht aan. Dat is wat je aan mij hebt en ik hoop dat mensen ook weten dat ze bij me terecht kunnen. Dat vind ik heel erg belangrijk en ik hoop dat ik dat voor de mensen kan zijn.